Welkom bij deze videotip. En we gaan in InDesign duiken en met name ink management gaan bekijken. We zien hier in mijn document een paar kleuren die ik gebruikt heb. En ik ga even de overprint preview aanzetten. We zien dat er plotseling wat verschillen gaan opduiken. Dat is het handige hier. De overprint preview heeft de meest accurate weergave van wat er effectief zal gebeuren. En er gebeuren een paar verschillende dingen, dus ik ga dat even onder de loep nemen. De overprint preview staat dus terug aan, je kan dat ook altijd zien hier, bij de benaming in je tabblad van het document. En we hebben het swatches venster nodig. En ik ga dat hier even dokken. Zo. Eerst even deze kleuren onder de loep nemen. Ik heb hier een geel, ik heb een cyaan en een magenta gebruikt. Maar ik zie bij het cyaan, dat is een spotcolor of een steunkleur in het Nederlands. We herkennen dat aan dit icoontje. Dus even bekijken. Als ik die opties ga openen, we kunnen perfect een CMYK kleur nemen, maar dat alsnog benoemen als een spotcolor of als een steunkleur. Het voordeel hiervan is, dus het hoeft geen Pantone kleur te zijn, maar ik kan het dan een benaming geven. Iets wat bij Pantone kleuren niet kan. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor wanneer je een kapvorm wil definiëren of een vouwlijn of wat dan ook. Dan is het best wel handig dat je ook die naam correct kunt gaan zetten. Oké. Goed. Nu, dat is, mocht hier even niet op toegepast zijn. Dus ik ben met dit geel kleur bezig. Oké. Nu, dat is allemaal geen probleem. Op dit moment, ik heb hier een normaal cyaan. We gaan even kijken. Gewoon CMYK Process Color. En dan heb ik hier mijn magenta. En we zien dat dat ook een Process Color is, maar het is RGB gedefinieerd. RGB-kleuren zouden we dus liever ook wel willen in CMYK zien. Dat kan namelijk een verschil geven. We zien hier bijvoorbeeld dit icoontje. Dat duidt erop dat het RGB magenta buiten het spectrum valt van het CMYK. En dat is omdat mijn document als CMYK-type gedefinieerd is in de color settings. Dus als ik hier even op klik, kan ik de juiste waarde, de haalbare waarde, behalen. Maar beter is dan misschien nog om dit naar CMYK om te zetten en dan de juiste CMYK-waarden te gaan gebruiken. Nu, ik heb de Ink Manager nog niet nodig gehad, maar we gaan even kijken hier. Gaan we daar wel van alles mee kunnen doen. Bijvoorbeeld, dit groen en dit groen zijn eigenlijk dezelfde Pantone waarden. De tweede keer heb ik gewoon een kopie gebruikt. En een andere instelling is van toepassing op het eerste. En dat zorgt voor het kleurverschil in het groen. En hoe komt dat? Dat heeft te maken met het feit dat de Ink Manager achter de schermen nog van alles kan doen. De Ink Manager in het menu van het Swatches venster vind je hier. In het Separations venster vind je die ook terug. En we gaan even kijken. Dus hier heb ik mijn Pantone, de eerste groene kleur hier. En die heb ik hier kunnen omzetten van een spotcolor naar een CMYK gewoon door een eenvoudige klik. Dat is dus een handige manier om bijvoorbeeld een heleboel steunkleuren die je niet gaat gebruiken, je gaat sowieso maar in quadri drukken, dan kan je die er zo uithalen. En eventueel kan je ook gewoon dit vinkje aanzetten om alle steunkleuren naar process colors om te zetten. Oké, maar ik zal even terug naar de individuele dingen gaan. Dus hier mijn Pantone, als ik dit even ga uitzetten, is dit
terug normaal. Dus we zien hier dat ook effectief het Pantone-kleur als waar wordt weergegeven in de overprint preview. Maar dus bij het omzetten naar CMYK gaan we de CMYK-waarde zien. En dat is de reden waarom dit bij de tweede Pantone-kleur niet gebeurt. Daar heb ik dat niet gemanaged met mijn ink manager, zoals we dat hier zien. Dit is nog altijd een steunkleur. Oké. Dan heb ik hier dit kleur onderaan. Dat is hier not what it seems, heb ik dat benoemd. Omdat er wordt gebruik gemaakt van een ink alias. Hè. Dus als ik de overprint preview uitzet, is dit zwart. Maar dan plots wordt dat ook magenta. Hoe komt dat? Omdat ik op dat kleur in de ink manager een ink alias heb ingesteld. Dus je kan dat eigenlijk gaan remappen naar een andere inkt van je drukproces. Dus alles wat steunkleur is, kan je kiezen in de drop-down. En ik heb hier Process Magenta gekozen. Waarvoor zou je dat gebruiken? Dat is misschien wat abstracter, inderdaad. Maar laat ons zeggen, een zeer concreet voorbeeld. Ik heb een Illustrator-icoontje geïmporteerd. En in die Illustrator-file worden Pantone-kleuren gebruikt of andere steunkleuren. Die worden mee geïmporteerd en die zijn concreet hier deze twee. Misschien even zonder selectie werken. Deze twee hier. En wat hier heel speciaal aan is, ik kan die niet gaan managen. Ik kan die niet gaan wegsmijten. Dus ik kan die enkel maar gaan verwerken in de Ink Manager. Dus in de Ink Manager zou ik heel gemakkelijk dit kunnen doen. Dan worden ook de kleuren van mijn geïmporteerd AI-icoon met spotcolors, wordt dat ook omgezet naar CMYK. Maar een alternatief, ik zou ook kunnen zeggen dat ik in plaats daarvan de kleuren wil remappen naar mijn eigen kleurgebruik, de dingen die ik zelf wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld het zwart wil ik de cyaan gebruiken en voor de pink, Pantone pink, ga ik mijn magenta gebruiken. En dan gaan we zien dat, na het bevestigen, dat de colors remapped worden naar andere kleuren. Zo zou je je Illustrator-icoontjes bijvoorbeeld kunnen recoloren binnen InDesign. Goed. Zo, dat zijn een paar handige trucken die je kan uitvoeren met de Ink Manager. Ik hoop dat je er iets hebt uitgeleerd.